Ja, die walvis, die walvis, die walvis is niet zomaar een walvis. Yo mensen, ik ben Jeroen, en goedenavond. Dit is weer een nieuwe Upgrade Survival aflevering. Vorige keer zijn we geëindigd op deze gare kloof, waar we echt daarachter via het water in een keer naar binnen zijn gekomen. En vandaag gaan we een beetje onderzoeken wat hier allemaal is. Als eerste hebben we hier iron, die ik graag, heel graag wil minen. Serieus, ik heb echt zwaar weinig geluk met minen. Ik krijg alleen maar 2 blokjes iron telkens. Of 1 blokje iron. Yes. Yes, yes, yes. Zijn het 8 stukjes? Dit zijn 8 stukjes in 1 keer. Jongens, dit is zo nice. Dit is zo nice. Yes, nog meer ijzer. Ijzererts. Zoals het in de Nederlandse versie van Minecraft heet. Wat ik echt een vreselijke benaming vind. Maar weet je, het is wel een goede benaming. Zo, maar het is niet dat het een verkeerd vertaald is, maar ik vind het gewoon vreselijk klinken. Oppa, we hebben echt 18 iron verzameld. We gaan hier weer naar boven en we gaan proberen de weg terug naar mijn huis te vinden. Als dat nog mogelijk is. Als we al niet te ver zijn afgedwaald, dat we het niet meer kunnen vinden. Want als we het nog kunnen vinden, lijkt me dat heel fijn. Hé, er zit ook nog iron er rechtboven. Zou het mogelijk zijn om die te pakken te krijgen? Ik denk het niet. Fucking steen. Oké, kijk op. No fucking way. Helemaal hier weer. En het is nacht, dus we gaan sowieso problemen krijgen met naar huis kopen. Goed, mushrooms heb ik ook al mee. Niet dat ik ze ooit iets mee ga doen, maar altijd leuk. Ah, kijk, daar hebben we skeletons al. Oh, wat leuk. Had je me bijna vermoord. Beter val ik daar niet in, though. Dat zou echt mooi kut zijn. Wauw, het is hier ijs geworden. Toen zijn er... Wauw, dat is wel vet. Goed, we hebben daar nog meer monsters. Volgens mij kwamen we hier vandaan. Sowieso als ik in het water spring, volgen die monsters me toch niet. Zo, lekker in het water. Wow, nu kan ik de bodem van de zee zien. Dat is wel cool. De monsters zijn gestopt met me volgen. Dat is mooi. Gaan we nu weer veilig naar mijn huisje toe. En we hebben hier squids. Dat is cool. Wat eigenlijk wel vet zou zijn, is iets als most creatures. Dat is een mod voor Minecraft. Dat er gewoon veel meer beesten in zitten. Ik bedoel, tegenwoordig heb je nou ook paarden erin zitten en konijnen, wat wel cool is. Maar ik zou eigenlijk nog iets van een gevaarlijk zeebeest willen hebben of zo. Dan niet die guardians, maar gewoon een haai of zo, weet je. Dat is gewoon echt vet. Wow, 3 creepers op een rij. Wow, jongens. Tering, is net te veel monsters. Hoe gaan we deze allemaal ontwijken? Heel tactisch lopen. Ja, daar is mijn huisje. Yes! We hebben het weer gevonden, jongens. We hebben een huis weer gevonden. Het is allemaal weer goed gekomen. Dat is mooi. Er staan wel weer lekker wat monsters bij mijn huis. Dus ik ga heel eventjes... Heel subtiel... Fuck, die is eigenlijk van mijn huis nog helemaal open, hè. Is er toch iets binnen? Nee, oké. Dat is cool. Oh, dat is mooi scheef. Ah, nee! Mijn huis! Mijn prachtige huis! Nee, fucking hell. Hier moet ook eventjes iets opgemaakt worden. Oh my god, dit is zo kut, hè. Dit is zo kut. Kijk, als ik nou goed ga staan, dan komen ze niet bij mij in de buurt. Denk ik, hoop ik. Ik betwijfel het. Ik betwijfel het echt. Sowieso als ik mijn huis nu zo heb gebouwd als dit, komen ze al moeilijker binnen. Ik heb het allemaal mooi netjes afgeschermd. Dus het is al moeilijker voor ze naar binnen te komen. Oh, we hebben natuurlijk nog hier. Hebben we nog een deur. Fuck, man. Fuck, dit gaat allemaal niet goed. Het gaat allemaal niet lekker. Ja, ik weet dat je er bent. Mijn bed is... Your home bed was destroyed. Kijk. Wacht, we hebben nog wol. Het komt allemaal nog goed. Hier hebben we een crafting tablet. Dus ja, dan ben ik eigenlijk al noodgedwongen om dit te doen. Even een bedje te maken. En eventjes een deurtje te maken. En dan ben ik... Alleen voor spinnen niet. Maar voor de rest allemaal wel. Ben ik... kijk, daar heb je zo'n skeletons en alles die mijn huis binnen willen dringen. Lek dit. Ik ben... Enige die nog bij me kunnen komen zijn spiders. En ik ben bang dat als ik nu ga slapen, ik wakker word van de spiders. Dus ik hou mijn zwaard vast. En... Nee. Toch niet. Hoe kom jij binnen, meid? Hoe? Hoe? I'm fucking dead. I freaking died. Come on, man. Just die already. Nee, je mag gewoon doodgaan. Brand in de zon. Jij ook, branden. Doodgaan. Deze deur hier. Nee, fuck. Fuck. Niet al fucking weer. Zo, dat ziet er legit uit. Niemand hierover gaat zeiken. We doen hier 1 kooltje bij. 1, 2 hierin. En
Weet ik veel. Zo. Dit en dit. En oh, wat een feest. Ja, de rest bewaar ik wel. Dit komt wel goed. Gaan we ondertussen eventjes snel nog meer hout hakken. Want we hebben gewoon nog meer hout nodig. Anders komen we nergens. Goed. Zijn we weer. We beginnen ergens te komen nu. Wat ik nu moet doen is... Ik heb hier eentje voor nodig. Kom maar. Zo, prachtig. Prachtig dit. Jongens, het wordt echt zo mooi. En ik ben echt niet bijna aan het huilen, want het bijna kapot ging. We hebben hier glas. Glazen. En dat vullen we mooi hierin. Hebben we hier mooi. Ja, mooi raampje. Oh, wat leuk. Oh, wat een feest. Oh, wat mooi. Kunnen we al glass planes maken? Dat zou namelijk heel vaak heel mooi uitkomen. Yes. We hebben één stack glass planes. Dat is freaking nice. Ben ik op zich pittig blij mee. Dan kunnen we namelijk hier eventjes de raampjes mooi mee invullen. Fuck yeah. We zitten redelijk safe nu met ons huis. We gaan deze palen eventjes allemaal eentje omhoog gooien. Zo, dat ook echt palen beginnen te worden. Wow, als ik het goed doe, hè. Dan kan ik misschien zelfs vanaf dit. Op dit randje parcouren. Dit moet mogelijk zijn. I'm motherfucking sure. Dit is een sprong van 3. Hier ook. Oh, wie is hier een koning? Juist, ja, ik ben hier een koning. Dit ziet er gruwelijk goed uit voor ons. Ja, cool. Wat we nu gaan doen is we denken gewoon een fucking dak maken. Daar. En hoe we dit gaan doen. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet nagedacht over een dak. Is dat misschien niet heel handig? Misschien niet, nee. En laten we deze eventjes... wat zullen we zeggen? Hier planten. Gewoon een lekker lange strip hier zo. Echt, als ik het niet zelf had gemaakt, had ik niet geloofd dat het zo prachtig kon zijn. Geen idee wat ik hiermee moet of zo. Trouwens, hier kan je suiker van maken. Dan kan je taarten bakken en zo. En dit is klaar. Dit spul is ready. Nice, dat heeft ook echt voor eeuwen geduurd. Fuck yeah, 3 wiet. Moeten eigenlijk nog kippen en dan kunnen we fucking taarten gaan bakken. Yeah, bitch! Dat is wel, dat op zich is dat trouwens best wel heel erg nice. Het is nacht. Peaceful. Fuck de monsters. Maar ik zie dat het bedrijf van elkaar maar leeg is. En dat ik ook wel weer flinke tijd heb opgenomen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. Mijn naam is Jeroen. En kijk daar. Link in de beschrijving naar mijn kanaal. Dan moet je zeker op abonneren. Ook op Edeltier. Want Edeltier, want daar zie je deze video's weer. En ik praat nu een beetje heel snel. Hopelijk heb je alles gevolgd. Doe een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneer op Edeltier. Abonneer op mij. Zie ik jou volgende keer weer. Later.